ben Ivo Nijenhuis, ik kom uit Brummen. En dit is mijn originele Nederlandse kever uit 1965. De geschiedenis van de oude. Ik weet dat, dat een mevrouw hem gekocht heeft in 1965 en gehad heeft tot 1998. En daarna heeft hij volgens mij diverse eigenaren gehad die hem allemaal een beetje aangesmeerd hebben en opgeknapt. Dus eigenlijk toen ik hem in bezit kreeg, was hij eigenlijk aan het einde van zijn leven. Maar dan haal je hem uit elkaar en dan kom je er eigenlijk achter dat het of een prullenbakje wordt, of je moet hem helemaal doen. In principe is eigenlijk alles nieuw. Alle ophanging, alle rubbers, alle lagers, alle kabels, alle slangen, alle boutjes. In principe is niks herbruikt bijna. Alleen de vorm van de auto. Ik wilde hem zoveel mogelijk origineel houden, maar wel laag. Ik wilde er wel airride onder hebben. En de motor zit de dubbele capoteurs op en de motor is sneller gemaakt. Maar voor de rest is het redelijk zoals die geweest is, ja. Voor is eigenlijk de velg aangepast omdat de voorhaas ook versmald is. Is dit een 15-inch velg die versmald is om het passen te maken, omdat je zo laag wil natuurlijk. En aan de achterkant, dit is dan een 16-inch velg en die is dan weer breder gemaakt. Om hem maximaal breed te zetten, om die stance te creëren. Dat je, laat maar zeggen, lijkt dat die achterhul boost staat, zodat hij heel mooi op de neus staat. De wat oudere mensen die vinden het verschrikkelijk. Die zeggen, ja, die wielen staan zo en dat lijkt nergens op en dat hoort niet. En daar zou ik in kunnen komen. Maar meestal vinden wat jongere mensen vinden het allemaal wel mooi. Die zeggen, oh, dat is wel ruig met die wielen, hè. En dat vind ik zelf ook. Deze normale KW heeft 34 pk. Deze heeft het, denk ik, hij moet nog eigenlijk nog op de bank, maar ik denk tussen de 75 en de 90 pk ongeveer. Dus hij loopt prima voor een kever. Wat hij voor mij speciaal maakt, dat ik hem helemaal zelf gebouwd heb. Voor mij is het rijden eigenlijk minder leuk dan het klaarmaken. En ja, dat ik hem naar mijn eigen smaak heb gemaakt. Ik vind hem bijvoorbeeld als een kever hoog is, vind ik hem niet mooi. Eigenlijk heb ik alles uitgezocht zoals ik het mooi vind. En dat kun je natuurlijk ook doen als je het zelf doet. Ja, nee, iedereen zegt dat. Waarom gele lampen? Nou, die zaten er eigenlijk in toen ik hem kocht. En toen dacht ik eigenlijk van, ik vind dat best wel mooi. En het leuke van die koplampen is dat het originele Bosch koplampen zijn uit 1960. Maar tegenwoordig heeft Bosch de vierkante letters. En hier staan nog echte oude sierletters in. Deze kun je bijna niet meer krijgen, deze lamp. Dus dat was de reden dat ik dacht van, ah, die zet ik er gewoon wel op. Het mooiste vind ik de vormen van de kever. Het geluid van de kever. Ik bedoel, ik heb de motor wel veranderd, maar ik heb eigenlijk het originele geluid zoveel mogelijk willen behouden. Nou, hier hebben we dus de motor. In principe is de motor helemaal gedaan. Het enige wat we gewisseld hebben of veranderd hebben is meer cilinderinhoud. Dubbele capoteurs erop. De motor is wat getuned, zitten andere nokka's in. En voor de rest is het weer redelijk origineel. Er zit een benzinemeter in met een wijzertje met een kabeltje. En je casinohatje gaat. En voor de rest branden er een paar lampjes die soms wel branden en soms niet. Nou, dat is het. En het bekijks natuurlijk wat je ermee hebt. Hè? Bedoel, iedereen vindt de kever mooi. Je krijgt heel veel leuk commentaar. Wat oudere mensen die komen zeggen, oh, ik heb vroeger ook kever gehad. En die had de paarse, die had een oranje, die had een gele. Vroeger waren alle auto's blauw, geel, paars, groen. En als ik tegenwoordig op de parkeerplaats kijk, zijn ze grijs, of zwart of wit. En voor de rest, je ziet geen leuke kleuren meer. Dus daarom heb ik hem ook trouwens weer in de originele kleur gespoten. Nou, ik zal even de kofferklep open doen. Niet te verwarren met de motorklep. Ja, hier moest je vroeger tanken onder de kofferklep. En ik heb dan de airride erin gezet. Dit is de luchttank. En dit is de compressor. En omdat de kever nog origineel 6 volt is, heb ik er een losse gelaccu bij gezet. En hier kun je ook de ruitenwisselvloeistof kun je vullen en de remvloeistof. En de ruitenwisselvloeistof wordt normaal aangestuurd door de druk van het reservewiel. Maar ik heb geen reservewiel, dus ik heb ook geen ruitenwissel. Ja, hij is ook wel een beetje voor de show. Ja. Ja. Je kunt wel zeggen, dat doet me niks, maar iedereen vindt het wel mooi. Ze zeggen van, oh, je hebt een mooie auto, heb je mooi gemaakt. Nou, dat is toch leuk. Nou, een soort trots over wat je gedaan hebt natuurlijk. Ik weet wel waar die op getaxeerd is, maar dat is denk ik niet de verkoopprijs. Hij is getaxeerd op 27.500 euro. Ja, want er zit iets van 1200 uur in. Nou, een paar jaar mee bezig geweest. Het begint natuurlijk met een stukje vloerbedekking loshalen en dan denk ik, oh, dan moet ik een plaatje lassen. En dan koop je een paar stukjes en dan haal je hem nog verder los. En dan op een gegeven moment dan denk je van, ja, dan moet ik er toch maar eens over nadenken. Het is net een oud huis waar je mee bezig gaat. Dan wil je de muur doen, dan haal je de muur weg en denk je, ja, moet ook maar de elektra. Maar dan moet het ook maar isoleren en dan moet je alles doen. En daar komt het op neer eigenlijk. Want het probleem is er een beetje mee, er zijn heel veel mensen die beginnen aan zo'n ding. En die zijn er dan een jaar of 8 mee bezig, maar dan verlies je de interesse erin. Dan blijft die staan en dan komt het niet af. Je moet er eigenlijk aan beginnen en dan moet je dat afmaken. Maar dan moet je wel jezelf een beetje achter de vodden aan zitten. Ik heb ook momenten gehad dat ik dacht van, ah, dan lukt het niet of dan wil het niet. Maar ik denk, ja, hij ligt half uit elkaar. Je moet hem wel afmaken, want hij moet af. Want dat wil ik graag. En als je dan nu zo ernaar kijkt en je denkt terug aan een aantal dingen, denk je, ja, dat hebben we toch maar weer gedaan. Dus ja,